En de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM is in het Taburipa-gebied gestart met boringen. Het bedrijf wil nagaan of er genoeg water voorkomt in de bodem om de huishoudens in dat gebied van leidingwater te kunnen voorzien. We zijn tweesporig bezig, zegt directeur Marlon Oosterling. Terwijl er in het Taburipa-gebied met de boringen is gestart, is er een team van deskundigen bezig onderzoekingen te verrichten in het Tibiti-gebied en in Brokopondo. Om na te gaan als er ook daar winbare reserves aan water in de grond voorkomen. Het waterleidingbedrijf dat voor schoon drinkwater moet zorgen in geheel Suriname, wil na de onderzoekingen en de watervondsten kleine onderstations installeren om de bewoners van het binnenland te voorzien van schoon drinkwater.